motorcoureur Leslie ten Tusser, Almelo's sportman van het jaar 2016, gaat dit jaar racen in de OW Supercup. Met zijn team Irison gaat hij op jacht naar de titel binnen de 600 cc-klasse. Leslie ten Tusser, sportman van Almelo van het jaar. Wat ga je in 2017 allemaal doen? In 2017 gaan we in de stad in de OW Supercup. Dat is een verandering van klasse. Het ONK waar ik vorig jaar in reed is eigenlijk verdwenen. Dat was het Open Nederlands kampioenschap. En aankomend jaar is het alleen nog een nationaal kampioenschap. En dat heet dan de OW Supercup. OW staat voor open wegrace. En dan Supercup, ja, dat is de hoogste klasse daarin. Eigenlijk is nu wat de ONK in het verleden was, is dan nu de Supercup, zeg maar. Alleen in de ONK hebben we een technisch reglement. En dat is nu verdwenen in de Supercup. Dus de motoren zijn technisch wat vrijer. Dus we mogen meer dingen veranderen aan de motorfiets. Ja. En waar worden die allemaal verreden? Er zijn 7 wedstrijden op TT-circuit in Assen. We hebben nog een wedstrijd in Frankrijk, in Dijon. En 2 wedstrijden in Duitsland. Ik dacht dat hier in de buurt ook een racecircuit was. Dat klopt. Dat was een racecircuit eigenlijk niet. Het is een straatcircuit, Hengelo Gelderland. Dat is het dichtstbijzijnde, dat is ook mijn officiële thuiswedstrijd. Alleen of ik dit jaar ook aan de stad sta in Hengelo is het de vraag. Het OW heeft een technisch reglement dat je maar, of ja, een wedstrijdreglement dat je maar 3 andere wedstrijden mag rijden naast het OW-kampioenschap. En dan wordt Hengelo valt ook nog eens samen met de wedstrijd die we zelf hebben voor de OW. Dus dan zou het heel lastig zijn. Dus dat wordt heel snel heen en weer rijden of niet, zeg maar. Hoe is je conditie? Want je hebt in 2015, meen ik, nogal pech gehad. Hè? 2016 ging riant, maar hoe is het dit jaar? De conditie is iets minder dan ik had gehoopt. Ik bleek van de winter heel ziek te zijn. Ik had een lactose-intolerantie, heb ik. Zijn we gelukkig achtergekomen nu uiteindelijk wat het is. Maar voor de rest sta ik er wel heel goed voor. We hebben nog een maand voor de test te beginnen, dus dan is het wel goed. En hoe denk je dat je het zult gaan doen? Wat zijn je verwachtingen? Ja, ik ga weer voor de titel. Afgelopen jaar Open Nederlands kampioen geworden en Benelux kampioen samen met de Benelux Cup. En dit jaar gaan we uiteraard weer voor de Nederlandse titel aan.